Dag iedereen, vandaag gaan wij boterkoek maken en voor dat boterkoek hebben wij nodig 250 gram bloem, 200 gram suiker, 200 gram ongezouten boter of roomboter, ik haal zelf niet even roomboter, dus ik heb normale boter, 8 gram vanillesuiker, zit er bij de suiker in, 1 ei plus 1 ei om het in te smeren, een klein beetje saus. En een bakvorm of een springvorm van 24 tot 26 centimeter. Die hebben we daar liggen. Nou, we beginnen even met de boter en het suiker te mengen. Ik weet niet of dit een hele goede combinatie is met de pannen liggen te doen, maar dat komt wel wachten. Als dit een beetje door elkaar heen hebben gerisseld, dan gooien wij een beetje zout en die eieren doorheen. En nadat dat in zit, dan gooien wij de bloem er doorheen. Dan maken we er een volledige beslag van. Ja, laten we het eerst dit maar proberen te overleven. Ik heb een keertje eerder op de filmpje een boterkoek gemaakt. Nou ja, wat de laatste filmpje ook al zei, apparatuur dat ik altijd de kloto's bezig ben. Dus ik heb nu eventjes mijn oude vertrouwde handycam gepakt. Handycam die hebben we ook heel veel gebruikt voor de AC films. In de tijd met de AC assen gebeuren. Ik zou het overheven van 180 graden. Nou mooi stevig. Dus ik gooi er een klein beetje zout in. Letterlijk een beetje. Snufje, niet te veel. Hij gaat erbij. Ga er weer in. Ja, ik heb die handycam al een paar jaartjes en er staat ook al een paar jaartjes stil. Dus ja, een van de oude groep die zei tegen mij, waar ga je die daar niet voor gebruiken? Nou, ik had eerst instantie van, ja, laat maar, weet je. Maar als de rest toch loopt te kloten, dan kun je het net zo goed een keer gaan proberen. Baat er niet, schaadt er niet, hè. En ik kan nu ook zien wat ik zelf doe, want ik heb nu de schermpje aan de zijkant, die staat naar mij gericht. Dus ik zie zelf wat jullie zien. Gooi de bloem erbij. Tidi. Fletch. Zometeen alleen nog één eitje pakken om alles in te smeren. Ja, dus dit moet je niet overleven. Over oorlog in de keuken. Kijk wat eerder klaar is. De deeg is nog wel over. Ik heb het wel even. Ik had erover iets eerder aan moeten zetten. Ja, het wordt al mooi broos. Ik heb er steeds meer deeg haken. Dus ja, ik kan de mixer ook niet gebruiken. Maar op zich moeten ze ook wel lukken. En zo niet te weten dat voor de volgende keer dat er geen succes is. En anders gaan we gewoon met de klauwen nemen hoor. Ik heb ze net nog gewassen dus. Ja, ik heb de draaipot ook in grootsteen staan. Dus, alles die zijn nappen laten maken. Ja, soms moet je wat, hè.
Nou ja, het begint wat steviger te worden. Normaal gesproken doe je dat ook met de machine. Ja, ik heb ze nog steeds niet. Fuck it. Ga gewoon met de handen kneden. Laat mijn handen niet nat worden, vind ik niet erg. Pak een hekel aan met handen. Zo, deeg. Laat de restjes van restjes mee. Nou, één grote bol. Nou, die pleur hier. Dan gaan wij met de handjes gaan wij hem volledig heen naar voren drukken. Ik had hem al volledig ingevet. Hij is een beetje plakker als hij is. Je kunt dit ook met een lepeltje doen. Gewoon een klein beetje vochtig maken en dan kun je met een lepel kun je hem in de vorm strijken. Ja, dan zal je. Hetzelfde effect. Wordt volgens mij geen schoonheidsprijs, maar ja, daar gaat het ook niet om. Gaat uiteindelijk om de smaak. Strijken nog even een beetje recht, het overtollige een beetje eraf. Kun je hier nog een beetje gaan verspreiden. Ik heb al de hele tijd het gevoel dat ik ingrediënten vergeten ben, dankzij die laatste keer. Nou, pakken we een eitje. Dan smeren we het laatste eitje nog even overheen. Eerst de handen even proberen schoon te maken. Point op. Ja, net weg. Ja, dan heb ik de eieren neergeplust. Hier dus. Helemaal bloem weer gezeten. Gebeurt toch niks mee. Het is niet dat je rare dingen gaat doen. Echte schilder gaat helemaal vol gooien. En de oven is nog steeds niet warm. Maar het duurt te lang. Het van een recept is, het is simpel. Duurt niet al te lang. Ik ben eerder klaar dat die oven kan warm worden. Dat duurt al een eeuwigheid, dat was hem.
Ik zou eens met een mes gaan spelen, maar ik heb alles al ingegooid. Zo, daar is. Dicht hier. Lijkt het net weg. Ja. Dan hebben we onze kleine vierkantjes in die pleur weer over. En dan doen we even 20 tot 25 minuten. En deze gauw bruin is, dan kom ik weer bij jullie terug. Zo, ik heb net dat overgehaald. Dat is mooi van kleur. Zo, gelijk kijken of die ook mooi van smaak is. Ik heb echt letterlijk net uit overgehaald, dus hij is nog bloedjes heet. Dit gaat pijn doen. Ja, dat klopt. Ik zal de oven weer uitzetten. Die is te groot. Nee. Ik bad met de klauwen hier. Mooi van structuur. Mooi stevig, mooi vet. Smaak je goed. Ja, goede smaak. Heet, maar goed. Nou, ik zou zeggen, mocht jullie een recept zelf een keertje maken, laat het eventjes weten. Laat eventjes een comment achter als jullie gaan maken. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Laters!